Ja, het is bijzonder. Ik moet zeggen dat ik nog wel vermoeid ben, maar ik heb er wel van genoten. En ja, het is leuk om iedereen zo blij te zien en dat ze er allemaal eigenlijk voor mij staan. Ik had gehoopt dat ik weer wielrenner zou zijn en nog steeds op het niveau zou fietsen waarop ik zou fietsen. Maar als je had gezegd in de puntentrui van de Vuelta, dan had ik gezegd, nou vergeet dat maar. Dat gaat nooit lukken, maar ja, ik heb mezelf verbaasd. Het is stap voor stap een proces geweest en ik heb geen angst op de fiets. Nog steeds niet, eigenlijk daarvoor ook nooit gehad. Dus daarom doe ik het nog steeds zo graag en ik moet wel zeggen dat ik het... Dat ik er heel veel respect voor heb dat de familie en de vrienden en de mensen thuis mij nog überhaupt laten fietsen. Want ik denk dat het voor hun een stuk enger is. Maar ja, wat ik zeg, ik geniet er nog van en het is nog steeds mijn sport. En ik ben blij dat ik nog steeds kan winnen. Nou ja, eindelijk zo'n herstelperiode, dit presteren, dat is natuurlijk ongekend. En we hadden eigenlijk natuurlijk gewoon verwacht dat hij misschien een etappe zou winnen. Maar ja, dat hij de 3 zou winnen en dan ook nog de groene trui, ja, dat is natuurlijk helemaal fantastisch. Ja. Toch leuk dat zoveel mensen weer in het ons stadje toch allemaal weer paraat staan. Dus ja, dat is geweldig. Nou, zo wat hij allemaal heeft meegemaakt. Super.